Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je bloemen kunt schilderen en waar je vooral op moet letten. Waarom ik het leuk vind om daar eens wat over uit te leggen is omdat ik vaak merk dat mensen denken, ook gaan bloem schilderen is lekker makkelijk. Nou, ik kan je vertellen, is helemaal niet makkelijk. Ja, makkelijk zoals je op school een paar van die bloemetjes hebt getekend vroeger in je agenda of wat dan ook. Maar om echt een mooie bloem te schilderen, dat is best lastig. Bloemen zijn natuurlijk heel divers en tip 1 is, werk naar een voorbeeld. En of dat nou een voorbeeld hebt wat je voor je hebt staan of van een foto af, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hè? Google is onze grootste vriend als je schilder bent. Dus kijk eventjes of je daar een mooie afbeelding kunt vinden. Ga niet een schilderij naschilderen. Want schilderijen die geschilderd zijn, dat is vaak willekeurig, zijn de dingen ontstaan. En als je dat precies na wil maken, wordt hem niet zoals je zou willen. Dus ga gewoon echt een mooie foto zoeken. Of maak hem nog leuker, maak hem zelf hè, van een mooie bos bloemen die je gekregen hebt. En ga die naschilderen. Tip 2. Dat is dat je goed kijkt naar de vorm. Want elke bloem is anders. En een tulp ziet er heel anders uit qua vorm dan bijvoorbeeld een roos of een freesia of wat voor bloem dan ook. En je zou bijvoorbeeld een gemengd boeket kunnen bekijken. En daarin zie je dat elke bloem verschilt van vorm en van kleur. Tip 3. Ga de juiste kleuren mengen. Dus investeer in het kleuren mengen. Want het is zo zonde om een hele lelijke groen uit de pot verf te pakken. En die dan als groen op je bladeren te schilderen. Want ja, dat wordt gewoon niet mooi. Investeer tijd in mengen. Want dan kan je makkelijk zien bijvoorbeeld welke kleur geel je moet pakken. En welke kleur blauw om de juiste groen te krijgen. Tip 4. Zorg dat je genoeg contrast in je schilderij schildert. Want vaak als je zeg maar groene partijen ziet, of het nou een struik is of een bos bloemen, er zitten vaak hele donkere stukjes in die bijna tegen het zwart aan zijn. En die helpen juist om die bladeren die naar voren komen, dus die lichtere bladen, goed ook uit te laten komen vanuit het donker. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de hele lichte partijen. Dus de hele lichte partijen, die zul je bijna tegen het wit aan moeten schilderen, zodat het contrast extra groot is. Is bijvoorbeeld een tulp rood, zorg dan ook dat je verschillende nuances van die kleur in de tulp gebruikt. Dus soms ook een iets viezere kleur, dus dat je de kleur rood een beetje met donkerbruin mengt. Zo wordt die net iets troebeler en dan steken de heldere kleuren weer extra af. Ook kun je bijvoorbeeld de rood een beetje met extra geel mengen, zodat die iets oranjiger oogt. En dat geeft vaak ook een mooie nuance in de kleur van de bloem. Hier laat ik je nog wel even zien hoe je de gele tulpen van plat naar bol krijgt. En hier heb ik de geel een beetje vies gemaakt door een beetje donkerbruin erin te mengen. En dan zie je dat dat meteen al bolling geeft met die heldere geel erbij en de witte stukken in de tulpjes. Nou, als je daar weer wat helder geel bij inzet, dan krijg je veel meer bolling erin. En het is dus altijd even een beetje zoeken de kleuren met elkaar mengen. En dan even weer kijken wat moet feller, wat moet troebeler en wat moet weer witter. En dan heb je uiteindelijk hele mooie tulpjes. Waar zijn we? Inmiddels bij tip 5 geloof ik. Ja, tip 5. Kijk goed naar het perspectief. Dus zie je de bloem van boven, zie je hem van onderen, zie je hem van opzij. Want dat verschilt natuurlijk echt per bloem. En wat je merkt is dat je vroeger eigenlijk alle bloemetjes recht van voren ging schilderen. Hè? Dus een mooi rondje met een paar blaadjes erom. En dat was dan je bloemetje. Nou, zo zien ze er natuurlijk niet uit. Hier zie je de verschillen in perspectief. Je ziet een bloem van boven, je ziet een bloem van opzij en van onder. En dan zie je ook dat de vorm, dus de buitenkant, ook verandert. Kijk ook hè, als je een bos bloemen maakt of zo van dezelfde bloemen, dus bijvoorbeeld tulpen, wat ik dan in dit voorbeeld laat zien, is dat de ene tulp zie je van opzij, de andere tulp kijk je recht in en die heeft misschien wat puntige punten en de andere tulp die is wat ronder van vorm, die heeft andere bladeren. Let op, zodra je gaat schilderen aan bloemen, zul je zien dat die wat je ooit op school hebt geschilderd als bloemetjes, dat blijf je dwars zitten tijdens het schilderen. En tip 6 alweer, dat is kijk eens hoe je de toets van je penseel gebruikt. En wat bedoel ik daar nou mee? Eigenlijk hoe je penseel hanteert, dus hoe je hem vasthoudt en hoe je hem beweegt. Je kunt een penseel van links naar rechts bewegen, dat is de meest gangbare beweging. Maar uiteindelijk kun je ook bloemetjes maken door bijvoorbeeld kruisjes te zetten met een stipje erin. Gewoon losse floddertjes te zetten of met een aquarelpenseel mooie
blaadjes te maken van die uitloopt van een puntje naar wat dikker en van buiten naar binnen schilderen. Extra tipje. De meeste mensen die willen de bloem van binnen naar buiten schilderen, maar eigenlijk is het makkelijker vaak om hem van buiten naar binnen te schilderen. Omdat de binnenste blaadjes over de buitenste blaadjes heen liggen. Dus dat is logischer. Daarnaast is het belangrijk om de grootte van je penseel aan te passen aan de grootte van de bloemen die je schildert. Dus schilder je grotere bloemen, neem dan ook een groter penseel. Natuurlijk kun je het kleine penseeltje weer gebruiken voor de detaillering. En ook gebruik ik af en toe even mijn vinger om een kleur iets te blenden met de ondergrond. En als je bloemen bijvoorbeeld in de tuin schildert of in de natuur, kun je er ook voor kiezen om de voorste bloemen iets meer uit te werken en de andere wat vager te laten. Dan nog een paar voorbeelden van cursisten. Zo zie je hier ook dat de voorste narcissen iets duidelijker zijn en de achterste narcissen is eigenlijk alleen nog maar een gele waas die je ziet. In deze schilderijen van cursisten hebben cursisten geprobeerd met verschillende penseeltjes ook verschillende bloemen weer te geven. En dat is goed gelukt. Je ziet de gevarieerdheid en je ziet ook dat je ze niet dus heel precies hoeft te schilderen, maar dat je ook een impressie kunt geven van een bloem. Hey, staat hij nou nog aan? Nou, laat me dan even weten wat je van dit filmpje vond. Oké, toppie.